Stoomvaste. Stoomvaste Radio. Voor u. Voor jou. Voor ons allemaal. Mensen, wees van harte welkom. Mijn naam is Sing. Ik ga jullie bezighouden tot... ik weet niet hoe laat hoor mensen. We zien wel waar het schip strandt. Ja. Mensen, wat heb ik zo'n beetje op... even kijken hoor mensen. Ja, deze moet ik even... Waar gaan we het over hebben vandaag? Dat is de grote vraag. Ik zie al een paar leuke dingetjes hier zo staan. En ik... hoe heet het... Goedemiddag, meester Singh. Ik wens u een prettige uitzending. Zending, meester Roy. Oké, een andere meester ook nog. Mooi man, Isabel. Goedemiddag, meester Singh, AUB. De apps duidelijk voorlezen en graag iets meer Nederlands spreken. Er luisteren ook, zoals ik, bakras naar u. Naar u, met groet, mevrouw W. van Limburg. Oh, jongen. Ja. U weet toch, ik wil zoveel mogelijk mensen bereiken. En ik heb u gezegd van, kijk, zet hem met de kassen aan, mevrouw Limburg. Ik wil zoveel mogelijk mensen bereiken. En u sabi, want lofu ne doel ik of we verstaan Nederlands, dan gaat het aan dat hij. Maar, ja, atjawa ne fadong, u sabi, draai tongon, dan gaat het aan dat hij tongval, ja. Is voor mij allemaal larikoekor mensen, Isabi. Ik ben al een halve eeuw hier zomaar. Mijn aftegi, evi arkemina, alles aan dat ik probeer zo natuurlijk mogelijk te zijn. Maar ik ga mijn best doen, mevrouw Limburg. Dus maak u niet druk en ik vind het leuk dat u meeluistert. Even kijken hoor, meester Singh. Kan en mag CP Bruns, VP Bruns erbij zijn op 25 november bij de 45 jaar onafhankelijkheidsviering. Want Stef Blok zal erbij zijn. Voor de wereld is hij een crimineel als hij van zichzelf houdt en van de ABOP. En van Suriname, dan moet hij nu direct zijn functie afstaan aan een ander en een andere functie aannemen. Hij vernedert zichzelf, hij houdt Suriname tegen met betrekking tot verdere en betere ontwikkelingen. De wereld moet loyaal zijn naar Suriname toe, mevrouw W. van Limburg. Mevrouw van Limburg, kijk, u hebt een hele gevoelige snaar aangepakt en aangeraakt. En in Suriname, u weet toch, kijk, wanneer je met dit soort problemen gaat aankomen zetten, om te zeggen van Brunswijk, dan ga je van alle kanten aangevallen worden, omdat... ja, we zitten met dat racistisch element die we in ons dragen allemaal. We verbloemen het en we verbergen het. We geven het niet toe, want we gaan altijd laten zien van... Ja, maar kijk, nergens in de wereld staat een mandir naast een moskee, naast een majid, naast een kerk. Weet u, dat soort onzin gaan we de wereld vertellen. Maar in die tussentijd kunnen we elkaar de ogen uitsteken, weet u. Maar goed... U weet, dat ding van meneer Stef Blok, misschien is het mooi om te laten zien vandaag, want ik had een heel ander programma voorbereid, zeg ik u eerlijk, maar ik ga daar dieper op ingaan. En ik zeg u eerlijk mensen, kijk, de vorige regering heeft er een grote puinhoop van gemaakt. Deze regering gaat troep moeten opruimen. Mensen als Brunswijk hebben geen toegevoegde waarde. Ze gaan nooit, never... iets kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van Suriname. Ja, aan de ontwikkeling van hunzelf. Maar die ontwikkeling gaat er niet komen. Waarom? Omdat, ja, Bisma Betegono, deze mensen hebben een gat in hun hand. Dan maar, olo, wie ziet wat we doen of wat Chawani niet, hij van ook maar ze hebben niet. Je zou zeggen, Brunswijk, ik heb om mijn go-to naar de Zandati. En toch heeft hij al die... corrupte politieke leiders en industriële en ja, zakenlieden nodig om hem te ondersteunen. Hoe dan? Eigenlijk zou je ervan uitgaan dat zo iemand dat niet nodig moet hebben. Maar ja, je ziet dat het er niet is. En ja, dat komt door die manier van leven en dat is dat enge ervan. Maar inderdaad, die meneer Stef Blok gaat komen en dan ga ik u laten zien vandaag hoor. Ik ga toch even een andere draai en wending geven aan deze zaak. Kijk, meneer Stef Blok gaat in Suriname komen. En u weet hoe
wij een beetje, niet dom zijn, maar achterlijk dom zijn. Met betrekking tot die uitspraak die meneer Stef Blok had gedaan. Met betrekking tot failed state, ja. Mensen, kijk nou, mensen met een klein beetje verstand weten dat Suriname een failed state is. Al hoe je het keert of draait, ja. Ik heb u uitgelegd wat een staat is en waar een staat moet voldoen. Nou, als je niet aan die vereisten voldoet. Iedereen die een beetje naar school is geweest, die gaat zeggen, oké, dan ben je geen state. Want ja, je voldoet niet aan de Montevideo-criteria, noemen we dat, hè. Verdrag van Montevideo, daar staat duidelijk van wat je een staat kan noemen en waar een staat zich aan moet houden. En ja, wat jou eigenlijk maakt tot een staat. En Suriname ontbeert die dingen. Het ontbeert hem gewoon. Maar je weet hoe we zijn toch, ja, Bakarabassi, kolonialisator, slavendrijver, heeft gezegd dat we een veel zijn. Ja, jullie zijn niet een veel steeds zomaar. We zijn helemaal door de wc gespoeld. Door onze eigen Surinaamse mensen. En dan wanneer je wordt aangesproken op dat verwijtend gedrag die jij hebt, ja, laten zien aan de wereld, dan word je boos, dan gaan ze zich verschuilen achter racisme, discriminatie, al dat soort onzin. Weet u, meneer Stef Blok gaat inderdaad naar Suriname komen en hij gaat Nederland op de topniveau vertegenwoordigen in Suriname. En ik hoop dat deze regering gewoon keihard gaat optreden, want ik weet wat er gaat gebeuren. Je kan het schrijven dat het gaat gebeuren. Er gaan een hoop Surinamers komen om allerlei nonsens uit te halen en te gaan protesteren, noem maar op. En ja, u weet wat, van hoe het al gaat. Kijk, Suriname gaat moeten investeren, maar je moet investeren in de juiste dingen. En als investering leidt naar Nederland toe, ja, dan zal je die investering moeten doen. Weet u, maar in Suriname, wat gaan ze doen? Ja, met dat geld konden we pakketten doen, we konden dit doen, al dat soort dingen. Kijk, dat er geen feest gevierd mag worden. Ja, goed. Maar je hebt die gasten nodig. Anders, ja, hoe ga je laten zien dat je serieus bezig bent om dat land op te bouwen? Ja, Suriname heeft vrienden nodig. En geen vrienden uit Cuba, Venezuela. Ja, dat soort landen, want ja, daar koop je niks voor. Maar dat van meneer Stef Blok, je hebt groot kans dat hij geen goede ontvangst gaat krijgen van Surinamers. Isabi, we hebben het niet op een rijtje. En Surinamers gaan opgestookt en opgehitst worden. Ja, creëer chaos en dat soort dingen, weet u. Kijk, in Suriname liepen we met dat idee, tagere. We tjara dopa komen, doe alle soort sani. We zijn bezig met witwasserij in Nederland. Maar als je de boot afhoudt en we werken niet samen met hun, dan krijg je dat ding van, ja, dan kunnen ze ons niks maken. Maar die Hollander, die werkt niet zo. Een Surinamer weet niet. Daarom heb ik gezegd, kijk, Surinamers in Suriname, die begrijpen niet hoe een systeem hier werkt. Ze begrijpen het niet en ze snappen het niet. De Nederlander maakt zich niet druk. Maar hij brengt alles in kaart. Hij heeft dat hele plaatje klaargemaakt. Hij heeft een hele overzicht erop. Ik kan het doppen. Door Libby Mekigo. Maar in die tussentijd heeft hij iedereen geïdentificeerd die daarmee ook betrokken is. En jij liet met dat idee van, ja, moet je luisteren, kijk nou, hey, jongen, abonnement doe boerokko, jongen, mipsa. Inderdaad, bakkere aitapo is niet waar. Je houdt jezelf voor de gek. Ja. En dan wat krijg je nu? Geld witwassen, ook idem dito, zelfde. Ja. Mensen komen met zijn tienen en brengen geld in hun zak. En dan, ja, denken ze dat ze binnen zijn en dat soort dingen. Maar ja, mensen, kijk nou, dit is zo laagdrempelig dat een Surinamer dat niet begrijpt. Weet je, mensen. Maar wat doe je dan als regering? Dan hou je de boot af. Nee, ik wil geen ambassade hebben hier zo. Want ja, dan kan je hier ook verder onderzoek doen. Want wanneer die mensen terugkeren, wanneer ze hun snoede daad hebben gedaan, dat zijn ze in Suriname, dan kan je onderzoek doen en dan kan je rechtstreeks met de regering praten en je kan dat bewijzen. Dus eigenlijk weer taboe ai en we sluiten onze oren, we willen niet meedoen. Snap je? Dat kan je 10 jaar volhouden, ja, prima. Maar daarom zeg ik tegen Santokke, heeft een grote fout gemaakt door te gaan regeren
Je moest het later, dan zou je zien het hele tijdperk Boutersen zou zichzelf vernietigen. Weet u, het heeft een zelfreinigende effect, Bakkeretakkie. Want je zou het niet vol kunnen houden, maar ja. Maar niet zie, bij Krasif Trump president, nou, atroming, ja. Maar dan zei je, al die rommel en die troep die andere heeft met zich meegebracht, gaan moeten opruimen. En weet je wat het ondankbare taak is? Dat is van, ja, moet je luisteren, straks komt de NDP terug. Wanneer zij deze regering de trein op het spoor hebben gezet, dan, ja, oké, bedankt, en wegwezen nu. Ja, kiesie mooi. Want mensen ga je niet waarderen. Je moet weten, er is een mooie gezegde in het Engels. En dat is van toepassing op deze regering. Ja. Who's the biggest sucker of Suriname? The biggest sucker of Suriname is the guy who is going to take office from Boutersen. Want ja, jij zal zijn troep moeten opruimen. Jij zal zijn troep moeten opruimen. Dus mevrouw Limburg, als u praat over meneer Stef Blok, kijk, je hebt meneer Stef Blok nodig om hulp uit Nederland te krijgen. Want we praten met Venezuela, hoeveel hulp krijgen we? Venezuela legt juist claims op Suriname. En die Bouters is zo lafat. Hij houdt het stil, hij vertelt het niet. Ja, pas wanneer je sommige programmamakers hebt die zeggen van oké, laat me laten zien en laten horen. Weet u, ja. Dan komen Surinamers achter dit soort dingen. Maar ik hoop dat de regering daar keihard gaat optreden tegen deze mensen. Want ja, kijk, het gaat bewust gecreëerd worden. Ja, je moet het gewoon accepteren. Je bent een failstate klaar, punt uit. Dan moet je vanuit die standpunt gaan werken nu. Ik wil dat niet meer hebben. Ik wil niet meer zo gekenmerkt worden. Mijn wanita smakar, mijn failstate. En ja, dan ga ik eraan werken. Ja, laat de wereld zien van je werk eraan en dan gaat iedereen jou waarderen. Maar je kan niet op je streep komen staan. Ja, het is niet zo. Terwijl ja, het druipt er vanaf. Alle bewijzen zijn daarvoor, weet u. Dus ik vind dat Surinamers moeten gewoon een beetje eigen verantwoordelijkheid gaan tonen. En er zijn een hoop hoor die dat doen, maar er zijn een hoop die je gewoon kan inzetten om allerlei nonsens, te gaan doen en zo. En niet eens snappen waarmee ze bezig zijn. Dus mensen, het is oppassen geblazen. En dat je de Surinamers gewoon aanspreekt op hun verantwoordelijkheid, mensen. Want ja, dit gaat niet werken. Want ja, ze gaan Suriname dieper de problemen in douwen. Goedemiddag, meneer Singh. Ik ben blij met de electpress van NPVP van USA. De eerste vrouwelijke electvp met Indiase en Afro-Amerikaanse roots. Een vrouw om trots op te zijn die hopelijk samen met de press een verdeeld Amerika kan verbinden. Een vrouw die na 5 jaar de potentie heeft om te gaan voor de eerste vrouwelijke president van de VS. Nu eerst afwachten wat voor sluwe plannen Trump heeft om dit alles te voorkomen. Wat is uw reactie hierop? En heeft Suriname ook meer baat bij met de electpress? Joe Biden en VP Kamala Harris, fijne programma, meester Ramesh. Ik kan u één ding zeggen, kijk. De Afro-Amerikaanse mensen, je moet daar voorzichtig mee zijn met die mevrouw Kamala Harris, want er zijn een hoop die haar niet mogen. Want ja, deze mevrouw is prosecutor geweest, dus aanklaagster. En isabi toch ominisma. Als je een vergelijking maakt met blanke mensen en Afro-Amerikaanse mensen, dan komen die vaker voor, weet u, op de lijst. En ze was kei en keihard. Dus je hebt een hoop Afro-Amerikaanse mensen die haar niet mogen. Maar dat buiten beschouwing gelaten. Inderdaad, het is een kind van een Indiase vrouw en een Jamaicaanse vader. Die meneer Joe Biden is al 78 jaar. Ja, met corona nu moet hij vreselijk voorzichtig zijn. Want ja, en weet je wat het mooie is hiervan? Het is niet mooi natuurlijk voor hem.
Maar het moment dat die komt te ontvallen, dan zegt de wet geen ene verkiezing niet. Nee, deze mevrouw wordt de president van Amerika. Dus ja. En dat ik ook weer doorgeen, dat ja, ik kan manco de jongen dat wordt, zei het. Maar de kans is groot dat zij dat gaat worden, ja. Weet u. Dus ik zeg, we moeten kijken. Maar voor Joe Biden en Suriname gaat er niets veranderen. Je weet toch mensen, continuïteit van beleid. Je zal tot een bepaalde hoogte dat beleid moeten voortzetten. En dat zie je nu ook in Suriname. Je kan dat niet uitleggen aan mensen. Van ja, Santokki voert een NDP-beleid uit. Ja, in de eerste maanden, eerste half jaar, zou je door moeten gaan. Is net een bus. Je hebt een tweedehands bus gekocht. Ja, dan ga je met dat ding rijden. Ja, maar het is een tweedehands bus. En dan die mankementen die je ziet, die je tegenkomt onderweg, die ga je repareren. Die ga je repareren. Je tikkie money bij onderdeel. Potgang. Isabi, dat je rijdt in zo'n morgen van je ziet dat brokkelbak, die moet je nog doen. Dat moet je nog doen. Isabi, zo gaat het. En dan in die tussentijd, in mekkie money, alles aan die. Dat je bonka bus weer bij een splinter nieuw hang. Zo is het ook met dat politiek in Suriname. Zo moet je het zien. Isabi. Dus ja. Dat van die mevrouw van Amerika, wees daar beducht op. En luister naar mensen. Je moet niet zeggen dat die Joe Biden Trump president was. Je moet even afwachten. Omdat die Trump, rechtszaken heeft lopen. En het zou zomaar kunnen zijn. Het zou zomaar kunnen zijn dat hij terugkomt als president. Weet je, want dat rechtssysteem van Amerika, je moet daarmee oppassen. Weet je mensen, we praten hier over common law. Het is niet dat recht dat we kennen in Suriname en Nederland. Het is heel anders. Ja? En je moet niet vergeten, Amerika bestaat uit 51, hè, meen ik. Sabere, want ja, dat is van Costa Rica en Hawaii. Maar in elk geval 51 federale staten, die mensen bepalen alles zelf. Ze hebben hun eigen minister in zo'n staat en noem maar op, Isabi. Dus dat is een hele ander systeem waar je mee moet opletten. Want ja, als, het zou zomaar kunnen dat de rechter zegt van moet je luisteren, kijk nou, ja, ik zie dat er gefraudeerd is tijdens de verkiezingen. En ja, laat die senaat maar een president, of wij wijzen een president aan als rechter. Kijk, als Supreme Court kan dat gebeuren hoor, mensen in Amerika. Dat zij dat gewoon bepalen van ja, nee goed, aan de hand hiervan en dat soort dingen te hebben geconstateerd. Dan wordt Trump gewoon weer president. Dus je moet daar vreselijk voorzichtig mee zijn. Ja, en dus we mogen niks zeggen, laten we even afwachten en kijken hoe het gaat worden. Weet u, even kijken, goedemiddag meester Singh, vraag, is de tumult rond Rajender Karki terecht? Hij heeft geen diplomatenopleiding, hij heeft geen ervaring op bestuurlijk gebied. Opmerking, had Karki niet het best op zijn plaats geweest als communicatiedeskundige van Santo? Ja, dat wel ja, maar ja, wat is uw reactie hierop? Ja. Hey, kijk als. Maar weet u wat het is, mensen? Kijk, u moet politiek ook een beetje begrijpen. Kijk, die man Rajender Karki. Als je iemand hebt met een beetje kennis van internationaal recht. En ja, een beetje verstand heeft van zaken. In Suriname leven we niet zo, mensen. In een potamandapé. Want ja, kijk, als je potamandapé. Dan is die man zo bijzonder goed. Dan, ja, voel ik me een beetje vervelend. Dus ja, ik ga niet een slimbo zetten daar zo. Ik ga iemand zetten. En zo, je moet in de hoofden, je moet gooien naar Elefant Sanaman. Die denk je dat je hier een fout doet aan de zee. Isabi, wat ga je krijgen? In Suriname willen we niet dat mensen slimmer zijn dan ons. Dus in ons krikkie, voorziet dat de man op het man, niet dat precies. Waarvan je al op voorhand weet dat hij
Het gaat hem niet worden. Het gaat hem niet worden. Kijk, als je Nederland zo belangrijk vindt, en eigenlijk is Nederland de levensader voor Suriname. Je hebt gezien toch, 10 jaar heeft Bouterse Nederland uitgesloten. Wat is het resultaat geweest? Obiang heeft niks bijgedragen. Cuba heeft niks bijgedragen. Venezuela niet. Guyana, dat is Piet Notapo. Weet u, kijk, die klappen die Guyana aan Suriname toebedeelt. Weet u, je zou zeggen, er moet een hele sterke kundige man daar zitten, die de doorgeefluik en ja, de linker en rechterhand is van Suriname in dingen, hoe heet het, hier Post Den Haag. Maar men doet dat niet, omdat wanneer je een slimmerik hebt, die een beetje verstand van zaken heeft en die jou à la minute kan zeggen, ja, maar ja, volgens internationaal recht kan dit niet. Kijk, hier staat het, hier, dat, weet je, hier staat het geschreven, dus kappen ermee. Ja. Kijk, als je een dommerik hebt en die zegt van, ja, maar ik ga de Nederlandse staat dat zeggen voor mij, dat dit onze dingen is. En ja, zo'n ambassadeur kan je gelijk à la minute zeggen van, ja, maar dat hoort toch niet of dit niet. Dus ja, mensen, dus in Suriname zijn we nog niet zo ver. Isabi, je noem leri, je noem konimoromi. Want als het ik konimoromi, dan ga je mij verbeteren. En ja, dat wil ik niet. Want ik ben toch de president, niet jij. Je bent maar een ambassadeur. En jij komt me de les lezen. Ja, maar zo werkt het niet, mensen. Je moet je openstellen voor alles. Zodat jij het allerbeste voor Suriname kan uithalen. Dus wat betreft meneer Rajender Karki, ja, het is een keuze van Santokki. En ja, mensen, luister, kijk, later ga ik hem aanspreken erop van even geen sikkepit van gebakken. Dus je moet het zo zien. Laat hem maar doen. Maar als er niks uitkomt, ja, hij bekijkt het maar. Snap je, mensen? Dan gaan we hem aanspreken erop wat voor slimmerik hij was of wat voor dommerik hij was. Dag, minister Singh, met de vaste luisteraar van uw informatieve, productieve programma. Ik wens u een fijne uitzending. Ik luister mee, groetjes van Sander. Minister Singh, wat vindt u van de nieuwe ambassadeur van Suriname in Nederland? Want er is zoveel heisa en negativiteit over onder de bevolking. Ja. Maar daarnaast kan ik u één ding zeggen. Er gaat altijd heisa zijn in Suriname met betrekking tot alle, alles wat deze regering gaat doen. Goedemiddag, minister Singh. De heer Rajender Karki wordt in Nederland ambassadeur van Suriname. Waarom is er zoveel kritiek daarop? En is dat correct, die kritiek? Gaat het nog een andere worden? J. van Rijswijk. Ja, kijk, je moet een beetje weten van meneer Rajender Karki. Hè. Vroeger hadden we een programma, hoe je dat ding? Zorg en Hoop, hè? Een nieuwsprogramma met voor Surinamers die hier waren. En het werd gemaakt door ook de NOS, de Nederlandse staat, ging dat subsidiëren. Dus er was, Surinamers hier waren goed geïnformeerd, omdat ze konden afreizen en nogal budget hadden om informatie te vergaren. Snap je, mensen? Nu is het echt moeilijk om informatie te vergaren, want ja, je moet dat allemaal zelf bekostigen. Maar vroeger was dat, die onkosten op de budget van de staat. En de staat die zei van, moet je luisteren, er zitten zoveel Surinamers hier zo. En die hebben een bepaalde verbondenheid, lotverbondenheid met Suriname. En ja, die lotverbondenheid die blijft bestaan, dus ja. En die mensen snakken naar informatie. Dus hebben ze dat ding dan toebedeeld aan hun Zorg en Hoop, heette dat ding, die programma. En daar was hij verslaggever. Inderdaad, hij presenteerde ook en hij sprak, weet u. Naast hem had je ook die andere meneer, Kim Raads. Ja, maar dat maak je nog geen internationale jurist, weet u, daarvoor moet je naar school gaan. En ja, kijk, je moet diplomatieke taal begrijpen, mensen. Je moet dat begrijpen, hoe dat in elkaar zit. Je moet weten wat je kan en wat je niet kan en wat je niet mag ook. Hè.
Er is wetgeving voor de Vienna Convention on Diplomats en Vienna Convention on Consul. Ik spreek het niet helemaal goed uit, hè, maar ik ga maar kijken. Vienna Convention on Diplomats en dat soort dingen. Dit, moet je dat weten, Isabi. Het is jammer, mensen, kijk in Suriname. In Suriname, mijn vrede voelt ik bepaalde sma in dienst die een beetje... die zaak, weet van zaken hebben. Snap je, mensen? En ja, ik heb je al uitgelegd. Kijk, dit is de mentaliteit van Suriname. De man is Newani. Potis, Masang. Sabitje, Somoro, ding. Het is moeilijk om een Surinamer erop te wijzen, Taki. Ja, maar dat is kolder, wat je zegt. Want kijk, hier staat, is er jurisprudentie. Kijk, dan dat is dat ding wat ik uitgelegd heb over de grensrivier van quarantaine, waar een Surinamer praat op gaat. Ja, maar dat ding is eigendom van ons. Ja, prima, ga maar door. Isabi, naar de man dat hij. Doe maar. Ja. Later krijg je dat probleem. Van, ja, het blijkt toch niet zo te zijn. Maar ja, kijk naar mensen, dan zeg ik, ga maar naar de jurisprudentie kijken. Ja, de Philip Mills case. Ja, ik ben altijd voorzichtig met dat ding, die Nagamoro, Gabrikovano, zoiets, Isabi. Maar in Hongarije en Slovakije, Slovenië, weet u, die ook een grensrivier doen. En je moet daar gaan lezen, Isabi. Dan heb je een bepaald beeld, dan kan je tegen je regering zeggen. Maar dit soort dingen, als je kennis en kunde hebt, dan wordt het gezien als een verwijt. Ja, maar je verwijt ons, is niet waar, is niet verwijt. Het is, kijk, op je IG, voetijgi, hoe of wat. Maar als je daar niet ontvankelijk voor bent, ja, dan ga je dit soort dingen krijgen. Als je vindt dat je gewoon een journalist erop kan zetten, als ambassadeur, ik zeg, ga ervoor. Nou, Jokkie's probleem, weet u. Die meneer Roy Kimrats is ook een van ze die daar gewerkt heeft bij Zorg en Hoop. En ja, het enige wat je hoort is van, ja, deze mannen trokken al lang met elkaar op Santoki en heeft ondersteund en al die dingen. Ja. Als dat de maatstaf is, mensen, wie zijn wij? Wie zijn wij om je te zeggen dat je andere maatstaven moet hanteren? Maar ja, we zien wel, mensen. Isabi. Even kijken, meester zien. Er wordt gezegd dat Mufi wordt beveiligd. Hij en zijn beveiliger worden dus betaald. En zijn beveiliger heeft contact met zijn thuisvrouw. Het is onbegrijpelijk dat ze niet kunnen worden opgepakt, Rabinder. Ja, ik had u ook al verteld, hè, van kijk, weer zoiets. Een Surinamer uit Rotterdam gaat jou de les voorlezen om te zeggen van, moet je luisteren, kijk, dat ding van Hoefdraad, allemaal larikoek. Want ja, je moet die man niet betalen. Als je weet dat, je weet niet of die man in leven is of niet, maar je betaalt die man een salaris, ja, dan moet je wel goed gek zijn natuurlijk. Want ja, kijk nou mensen, de regering heeft een hoop instrumenten in handen om aan de bevolking te laten zien, ik ben minus met Hoefdraad, hoor, no. Die zijn op play. Ilono. Dus mensen, wat krijg je? Kijk, dat ding van Hoefdraad, ik had u gezegd, ja, je moet gewoon vragen om een attestatie de vita. Ik wil weten of je echt lieve bent. Weet u, mensen? En dan, wat krijg je? Kan je dat niet aantonen? Dan betaal ik je niet. Want elke maand krijg je inderdaad Hoefdraad salaris. Hij is gewoon een politici. En ja, die krijgen gewoon doorbetaald. Dus je zal wat gaan moeten doen als je de bevolking van Suriname serieus neemt. Nou, dan stop je het, want ja, moet je luisteren. Ik wil een teken van leven. En ja, je kan dat niet overleggen, dus ja, dan stop ik je uitkering. Kijk, dat is één, hè. Het andere is, van moet je luisteren, kijk nou. Je bent weggegaan met allerlei spullen. Ik leg beslag op jouw woning. Ik leg beslag op je woning. En ja, die mensen van het thuisfront, ja, sorry. Maar de hel met jou, je gaat eruit moeten. Weet u? En zo gaan die mensen dan in paniek raken en al dat soort dingen. Isabi, nou ligt ik een tikkie in Djoko en een was godo. Ja, de was godo kan door een zeeuw proberen, Betty. Maar als je beschermd hebt,
Je hebt een inkerpak aan. Je kan beter lekker zang. Ja. Ano, je hebt isabi. Maar dan heb je beschermd. Maar zo moet je met de hoofd eruit omgaan. Als je het serieus wil aanpakken. Maar, ja, het is moeilijk, mensen. Goedemiddag, meester Sien. Fijne uitzending. Stef Bos komt niet naar Suriname omdat hij land zo van het land houdt. Maar omdat hij zo, goed zo. Maar puur business. En ik zou mij afvragen waarom Brunswijk daar niet aanwezig zou moeten zijn. Ja, is een hele goede vraag, maar ja. Hij is vandaag en bij uitstek. Waarschijnlijk veroordeeld. Nee, niet uitstek, verstek. Maar hij is niet de enige met een criminele verleden te maken heeft. Als je zo de geschiedenis van Nederland naloopt, dan gaat het van soortgelijke of grote schaal praktijken. En als hij Suriname een failstate genoemd wordt, kan ergens wat in zitten. Maar zo be the world. Amerika dreigt ook de richting op te gaan. En Nederland doet in dat op zich ook niet onder. Ja, maar kijk nou meneer. Ik vind het leuk hoor dat je zoiets naar me toe stuurt. Wie heeft wie nodig? Ik ga het gewoon op een hele cru manier zeggen. Wie? If he's don't like one biggie manastrati, die biggie money, die bedelaar heeft jou nodig om de dag door te komen. Want ja, als je wat gaat komen, dat hij dacht, hé jongen, ik nam een euro, gim jongen. Die van euro, dan kan ik bij mijn brede, dan min jongen zijn, dat te maken, dan kan ik een euro bakken. Wie heeft wie nodig? Nederland heeft Suriname niet nodig. Suriname heeft Nederland nodig. Wij Surinamers, omkobigisas aan dat die. En weet je wat het is? Een bedelaar gaat nooit eisen stellen, toch? Kunnen stellen. Ja. En wij willen dat niet zien, want dit is ons geliefde land waar we vandaan komen. Maar ja, sorry. Vandaag is dat geliefde land van ons. Omdat wij hebben verzaakt streng erop toe te zien. Isabella, ik ben hoorzaam, ik ben een posse pretty. In vredetag, jongen, heeft mijn luce afvadong. Maar ja, ik zei dan, trouwens, brim pretty. Alle soorten zijn in brokken. En vandaag zitten we met dat feit. Dat je, hoef je niet dat Stef Bok, Stef Blok, want dat noem ik contact des aan dat. Weet je, dan zeg ik van ja, nee, kijk, hij heeft het recht om dat te zeggen. En weet je waarom? Want begin maar voor, jij hebt mij nodig. Ik heb jou niet nodig. Ja, en ik heb u gezegd, kijk, dan krijg je weer dat ding. Die meneer Rajender Karki moet de Surinaamse bevolking komen uitleggen van moet je luisteren. Nou, kap met die nonsens. Laten we kappen. Internationaal recht. Ja, gewoonterecht, custom law. Ja, die zegt ook iets. De voormalige kolonialisator, die heeft nog steeds een bepaalde band met dat gekolonialiseerde land. Isabi. En als je dat niet weet, want ja, look nou, de Senegal, Venezuela. Wat voor toegevoegde waarde heeft? Ja, we gaan samen. Ja, dat is samenwerking. Ja. Maar, net als, kijk, die Arabische landen. In Noord-Afrika, Marokko, Tunesië, Algerije. Ja. Noem maar op dat soort landen. Libië. Die zijn verbonden allemaal aan Frankrijk, omdat het Franse voormalige kolonies zijn. En ja, heb je nou iemand met een klein beetje verstand van international law, dan gaat hij ook deze dingen uitleggen. Ze gaan je dat uitleggen. Alleen ja, kijk, en Suriname heeft een band met Nederland. Dus altijd gaat de wereld kijken, dacht ja, het was een voormalige kolonie van Nederland. Jongen, hoe zijn die mensen zo geworden? Hoe dan? Weet u, mensen. Je kan dus zeggen wat niet. Je kan goed zoeken traumatie. Dan gaat het zijn dat je. Je zoekt gewoon een beetje snees, Matito. Je ziet zelfs snees in hangen, toch, voor de mishandeling. Maar nogmaals, mensen, kijk. Je moet het denk zo zien. Kijk. Hoe heet het? Dat ding van Stef Blok. En die gevoelens die we hebben en koesteren. Het is jou aangepraat.
Je moet je eigen denkwijze erop nahouden. Suriname is gewoon een bedelaar, een zwerver, die vraagt om hulp om de dag door te komen. Het is pijnlijk. Het is ook mijn land waar ik geboren ben. Het land van mijn vader en van mijn opa, die daar naartoe gebracht is, Isabi. Dus, anusjutif taki, manasayu nangami, meki ervoor. En hij dacht, ja, mami, ben deja, ja. Ondanks dat je ben deja, je bent op een sting, je bent taki, Isabi. Je nog kan doen, begi man. Dat je kostel voorwaarden, dacht, ja, hier en meneer, minonja herdi, dus ik kom je maar 5 euro. En dan tegen je maar 5 euro, dat mo. Moet doe die simo, moet doe dat. Nee, je hebt niks te zeggen. Want jij hebt ons mij nodig om jou die 5 euro te geven. In die trend moet je gaan denken. En het is moeilijk, ik begrijp het. Maar ja, mensen, dat zijn de feiten. En je kan de feiten niet ontkennen. Anders je tampina, weet u. Even kijken hoor. Goedemiddag, meester. In Antwerpen is van de week 11,5 ton koek onderschept uit Guyana. Valt dit ook onder continuïteit van beleid van Brunswijk? Heel toevallig heeft hij 1 miljard geleden, 1 maand geleden, afdeling geopend. Uw analyse van de Oppenheimer is indien correct vreselijk. Suriname wordt dan 2 keer puntjes, dat wordt gewoon niet deze. En gestolen geld is dan nogmaals met winstbeleg. Groetjes Roo, ja. Ik zeg, moet je luisteren. Laten we kijken. Laten we kijken wie de mensen zijn die de obligatiebond van Suriname hebben gekocht. Niet bang zijn ervoor, weet u. Want dan ga je dat ding krijgen van, moet je luisteren. Kijk, die hoefdraad. Hoefdraad heeft een levensverzekering, mensen. Want ja, moet je luisteren. Hij weet wie die bond heeft gekocht van Suriname. Mensen, het ziet er nou uit dat ik alleen maar apps ga moeten behandelen vandaag, Isabi, en reageren. Geachte heer Zink, goedemiddag en een hele fijne uitzending. Even ter aanvulling. Suriname is een land met staatjes in een staat. De Bosland-Creolen mogen te pas en te onpas naar de stad komen. Als wij naar het binnenland gaan, moeten we eerst Basha, dan een kapitein spreken om het dorp binnen te komen. Om eventueel een gramang te ontmoeten en dan nog cadeautjes geven. Wat is dat voor nonsens? Suriname is toch voor alle Surinamers. Dit moet echt onmiddellijk afgeschaft worden. Laat ze ook gronden kopen, net als alle Surinamers. Ik ga ook nog terugkomen op de zaak Rajinder Karki. Vooral de heren Soeklal, Mahabir, Sanicher en Henk Pandey, die geen moer van Rajinder weten en toch allerlei nonsens lopen te verkondigen. De familie ken ik al meer dan 50 jaar. Als u meer wil weten, kan ik u alles vertellen. Is veel te veel. Groetjes, Herman uit Utrecht. Ja, kijk, dat van die binnenlandbewoners is waar. Ja, kijk, wij leggen ze geen restricties op om naar de stad te komen. Ja. Sterker nog, de mij kon een foto de mij. Ja, ik heb niks met jou te maken. Ik zie een stukje perceel. Ik occupeer het en ik ga daarop wonen. En ja, Bagat heeft dat die tijd, het mag niet, dat iemand dacht, ja, maar ja, hier een petitie, zorg dat ik daar kan wonen, anders ben ik stem niet tapo. Dat soort dingen krijg je, mensen. Dat soort dingen, ja, deze meneer Herman heeft gelijk. Van meneer Rajinder Karki, ik zeg u eerlijk, ik volg ook hem zo'n beetje. Het is niet aan mij om te zeggen of hij geschikt is of niet. Bij mij zeg ik eerlijk, kijk, als jij serieus ben om ambassades te benoemen, dan zeg ik, ik stel 1 voorwaarde. Ja, een diplomatieke opleiding is prima. Maar als je geen weet hebt van al die internationale verdragen, ga je het schudden, mensen. Ja, als je geen weet hebt van internationale verdragen en regelingen, je kan het schudden. Wanneer je aan de tafel gaat zitten om te onderhandelen over zaken, die ander gaat jou gewoon onder de vloer vegen. Weet je,
Ja, als je daarvoor kiest, ga je gang. Maar kijk, ik moet wel nageven dat Suriname, vooral Santokki, kijk, dat ding van Lazard, wat hij heeft genomen om te onderhandelen bij de IMF. En ja, met de bondholders heeft hij ook een buitenlands bedrijf genomen. En Surinamers worden boos. Ja, maar er zit hier genoeg kader. Er zit geen kader in Suriname. Hou op met die nonsens. Er zit geen kader. Je moet ophouden daarmee. Suriname heeft problemen in het buitenland veroorzaakt. En ja, moet je luisteren. Surinamers zijn niet capabel om deze dingen op te lossen. We moeten dat daarmee gaan ophouden. Alleen ja, het ligt niet aan mij om te zeggen of meneer Rajinder Karki een capabel persoon is. Als Santokki zegt van ja, ik vind hem goed. Ja, ga ervoor. Weet u, maar iedereen heeft zijn eigen mening daarover. Meneer Singh, wordt het geen tijd om de daadwerkelijke gezicht van VHP te bespreken. Want de top van VHP springt van de ene partij naar de andere wanneer het hun uitkomt. Zolang ze hun belangen maar kunnen beschermen. Want zo kan je geen corruptievrije beleid voeren. En dat is nu te merken aan de handelingen van Santokki. Hij gaat selectief boeven aanpakken, de zogenaamde kleine vissen. Santokki is in korte tijd zwaktokki geworden. Zeer triest hoor, ja. Ik had al gezegd, mensen, zie je het begin toen ik hoorde van dat ding van die regeerakkoord. Je moet niet gaan regeren. Niet in deze constellatie en ja, met deze aantal zetels die je hebt gehad. Dat moet je niet doen, want ja, het is inderdaad het begin erop te lijken dat de VHP, ondanks dat ze meer zetels hebben dan alle andere coalitiepartijen, een van de zwakste schakels begint te worden die het vreselijk te verduren gaat krijgen. Ja. Maar dat krijgen, dat is de prijs die je betaalt als je zegt van ja, je wil regeren. En je moet niet kijken naar die kleine dingetjes. Ja, jij wordt een directeur hier, dus je krijgt salaris van de staat en dat soort dingen. En jij wordt daar een minister, jij wordt hier een ambassadeur en dat soort functies. Leuk, ja, maar je kijkt niet naar het groter geheel, de VHP. En daarom heb ik gezegd ook, kijk, Santokki is en passant aan het roer van de VHP. Dat wil niet zeggen dat hij de VHP is. Want mensen die dat clubje een warm hart toedragen, die kijken eerst naar dat partij, niet naar partijbelang. Maar want ja, kijk nou, wanneer Santokki straks eruit geknikkerd wordt, moet een ander het gaan dragen. Kijk net als wat met de NDP is gebeurd. Ja, NDP die kreeg een kans in 2010 kom regeren. Kijk wat voor punt zou ze ervan hebben gemaakt. Dus mensen, zo vernietig je jezelf. En ja, en je trekt dat partij met je mee tegenwoordig. Ja, ik ben begonnen door te zeggen van ja, de NDP is voldoet aan de criteria van een criminele organisatie. Weet je mensen? En ja, mensen worden dan boos. Maar ja, er is een definitie in de wet. En dan krijg je dat ding van die wet weer. Waarin een opzomming, een definitie is gegeven van een criminele organisatie. Dan zeg ik, kijk, ga proberen te lezen en probeer te begrijpen of die voldoet aan de eisen en de criteria om zich een criminele organisatie te mogen noemen. Dat ding van Santokki zeg ik u eerlijk, mensen. Ja, ik denk dat er vele grote VHP-toppers betrokken zijn. En dat is gewoon zo. Ik niet denken, het is zo. Er zijn een hoop VHP-toppers betrokken. Ook bij dat ding van die bond, die obligatiebond, die hun geld hebben weggesluist naar Zwitserse banken. En de Mantica Money Pie, zogenaamd bond, Gisernang op een slinkse manier geld. En dat ze dan bij contact, ja kijk, mensen zijn geïnteresseerd in de obligatiebond van Suriname. Prima, we hebben weer wat geld en ademruimte. Ja, de tijd gaat het uitwijzen, mensen. Ik hoop niet dat het zo is. Maar de tijd gaat het wensen, weet u. Even kijken hoor. Net als de bewering van dat het nooit meer goed komt met Suriname, ben ik ervan overtuigd dat het nooit meer goed komt met de VHP. Al het geklaag over de corruptie van en binnen de NDP
ziet het er naar uit dat de VHP GHR beter is. De VHP betekent nu Vereniging van Hypocrieten en Profiteurs. Denken dat Nederland niet inziet dat Santokki een soort dubbelspel speelt en dat hij tot nu toe bepaalde criminelen faciliteert. Ja. Ik ga hem veel geluk toewensen, want iedereen rekent dat bagradong. If je rekent dat bagradong, heb je het glad mis. Goedemiddag, meester Singh. Ik luister vaak naar uw programma. Radinder Karki is een neef van prins Albert Ramdin. Groet, Sila. Oké, Sila. Ja, dus dan, als het zo mocht zijn, dan ja, friends and families, toch mensen. Even kijken. Meester Singh, ik dacht dat Amerika bestaat, 52 staten is. Het is nu 51, mevrouw J. van Rijswijk. Ik twijfel tussen 52 en 51, want die Costa Rica heeft iets met Amerika ook gedaan, hè. Maar ik weet het niet zeker, mensen. Ik moet, voordat ik dat zeg, moet ik even gaan kijken, weet je. Ik wil niet zomaar dingen zeggen. Meester Singh, met betrekking tot alles van die boeven afpakken, zogenaamde plukse wetgeving, schijnt nog niet te kunnen. Er is nog geen wet en regelgeving op het terrein, Rabinder. Hou dat vast, plukse, ja? Ik ga u wat laten horen. Hou dat vast, mensen. Attentie. Meneer Singh, ik weet dat als ex-minister hoefdraad uitlandig is, dan kan de loonadministratie van het ministerie een blokkering op zijn uitkering laten toepassen en eventueel een bewijs van leven overleggen indien hij in leven is. Dit geldt ook voor zijn beveiliger die men ook verdwenen is. Okay? Het is ook het relaas gelezen van de ex-directeur van de Hakeringbank over de arrestatie van de zoon van Bouterse in verband dat de Surinaamse banken problemen hadden met hun correspondentiebanken in het buitenland. Ja. Maar dat van Hoefdraad, als hij in het buitenland zit, is het allergrootste domste fout dat hij kan doen, want hij gaat dan opgepakt en uitgeleverd worden. Tenzij je datzelfde ding krijgt als Rajshoedi. Rajshoedi zit hier, mensen. Isabel Manto, Fusaramaka, die waar een vliegtuig landde met 500 kilo drugs op zijn reisvelden. Die man had een eigen airstrip. Ja? Meneer Rajshoedi is ook directeur van die, hoe heet dat, man? Dat radiostation, Ramassa. Die man zit hoog en droog hier. Hoog en droog. Wie vraagt om zijn uitlevering naar Suriname? Niemand. Ja. Er is zoveel commotie erover geweest. Het is net als Hoefdraad. Even Hoefdraad naar de Rosee kon erin. En ja, je moet het zo zien van, niemand vraagt om zijn uitlevering. Ja, dan zit hij daar hoog en droog. Maar hij smokt een sigaar aan in Spanje. Weet u. En wat is dat, die mensen? Kijk nou. Daarom zeg ik, zie je dit in Suriname. De VHP, NPS, NDP, ABOP, de BEP, noem maar op alle partijen. Zelf de nieuwe partijen, mensen. Die nieuwe waarvan we dachten, de jonge lui. Ja, Stree en Pro en noem maar op, al die dingen. Je moet gaan onderzoeken wat daar gebeurd is. Ga maar onderzoeken. Dat je creatief ziet. Het hoeft niet allemaal vanuit Rotterdam te komen, hoor. En nou, hoe wang. En dat daar uno, dat je altijd uno moest confronteren hoe dingen in elkaar zitten. Isabi dan komt bewijs bij en dan is er lasting, weet je. En ik begrijp, er zijn een hoop mensen, die ene meneer heeft het genoemd. En dat soort mijn video, dingen en dat soort dingen, potent op internet, YouTube en dat soort onzin. Dat hangt van jou af hoor, Isabi, you know, een beetje man in je of zo. Jij bepaalt de keuze naar wie je luistert. Jij bepaalt dat niveau waar je naar luistert. Nou, dat is dan dat. Maar ik zeg jou één ding. Kijk. Deze mannen in Suriname zijn allemaal corrupt. Allemaal. Daarom heb ik gezegd. Kijk nou. Als jij vooruitgang wil in Suriname.
Zal je wani no wani? Ja. Yo abif abisma voor door. Dat bedoel ik niet, meneer Azradjender Kalki. Maar echte keiharde Surinamers die een pesthekel hebben aan Suriname. Zij tegen ze na openlijk minulebas aan die zeep. En ik ga de verandering inbrengen. Je moet Surinamers hebben, sana familie, dat ben je. Nou, vriend, vrienden, kennissen. Want als je dat hebt, ben je verpest in Suriname. Aan eerste sani, zoals ze naar mij doen, tekenen. Ik ga het met je aanpappen. Onnodig je uit, dan gie wan je aan, dring je, alles soort sani. Ja, dan ben je mijn vriend nu. Oké, dan kost het me, kom, im jeep me. Dat moet je niet willen. Opgedonderd met hun. Je moet openlijk tegen ze zeggen dat nee. En dat ik niet kom, ik drink een tje koffie of een thee of wat dan. Dan moet ik jou komen faciliteren. Nee. Want ja, ondanks dat, ik kan grabies rotten ook toe. If you do een kroeka. Isabel, een kroek te doen. Maar in Suriname is dat niet zo, friends and family. Daarom, je ziet mij klagen. Dat, ja, maar ja, dan toch je werkt mee met die NDP'ers. Ja, wat had je dan gedacht? Nou, zijn je tante. Wij zitten hier, Usabi. Hoe dingen in elkaar zitten. Hoe zit het met jou? Dat jij dat niet weet. Houd dat vast van die correspondentenbanken. Ik ga straks erop terugkomen, mensen. Meester, ik heb om alleen te groeten. Su is wasting time. Je takkie. Te jumo voor blauw. Geen verandering. Ik vraag me af waarom het Jan niet altijd lukt om goede beslissingen te nemen. Ligt het aan de coalitiepartijen, de VHP, de pres, de adviseurs of aan alle partijen? Deze man doet dom. Ik zou als president van Suriname gewoon een denktank in Nederland instellen. Zonder inmenging van meneer Albert Ramdien en al dat soort dingen, mensen. Isabi. Kijk nou, partij mensen in Suriname. Kijk, het zijn partijen, loyalisten, die dingen. Die meneer Ramadien bijvoorbeeld, zijn vader is die man, zei Terry Al-Desandati, Hardeo Ramadien. Ja? Meneer Ranjit Singh, zijn zoon, zit er ook in, Isabi. Meneer Venetiana, zijn dochter, Isabi. Dus, ik kan zo doorgaan met allerlei namen op te noemen voor je PS Krikje. Kijk, PL in aflassie tijdens Refsrevi. Want ja, dat na weer idee. Het gaat om nieuw worden. Ja? Maar goed. If you look wat ik zou zeggen. If stand ook aan de kant. Ja, bij Konja. Ik ga denk oprichten hier. Ja? Ik krijg mijn adviezen in Suriname. Ik speel het door aan jullie. Niemand kent jullie. En niemand hoeft jullie ook te kennen in Suriname. Het moment dat een van jullie bekend wordt, ja, dan moet je uit die denktank wegwezen. Isabi. Want ja, je weet toch, mensen gaan jou benaderen. En is dat van onderste naar mande? Opleiding, joh, is dat toch een functie, jongen? Misschien is een denktank. Ik zit mee te denken over de ontwikkeling en hoe je zaken moet doen in Suriname. Ja, dan ben je ook ongeschikt. Ongeschikt, mensen. Je moet leren om je mond te houden. Ja. Als er een besluit wordt genomen, dan mag Gio in dat ik, ja, kijk nou, binnen zoveel uur, 24 uur wil ik een beslissing van jou hebben. Maar owee je gemeente, dat beslissing ten nadele valt van mij wanneer ik jouw beslissing heb aanvaard. Dan weet ik van ja, jij hoort niet hier te zitten. Wegwezen. Maar kijk nou, Santokki is omringd door allerlei haviken die hun eigen belang dienen. Is ook niet anders met de NDP geweest. Precies zo. En ja, hij ook. Isabi, je moet losbreken daarvan. Ja. En daarom heb ik ook gezegd, kijk, inderdaad, is moeilijk. Omdat je enigste vertrouwenspersoon om je heen is je vrouw. Meer heb je niet. En ja, dus ja, je wordt beïnvloed van allerlei kanten. Iedereen zegt je allerlei nonsens. Terwijl als je zegt van moet je luisteren, kijk, ik ben in Suriname. Ik heb deze mensen die hier ter plekke, ja, me gaan adviseren en we gaan proberen dat land te regelen. Maar daarnaast wil ik toch een onafhankelijke kijk hebben op zaken. Ja, wat doe ik? Ik kom naar Nederland. Maar ja, if ik ga naar Nederland, denk ik, zoek je de familie, foei,
vrienden, mensen die je ondersteunen. Ja, dan ben je ook zelf de rommel. Ja? Nou, poer broeko weer broeko. Moet je niet doen. Je moet Surinamers hebben die gewoon de pest hebben aan die situatie in Suriname. Die nooit, na, lange tijd niet naar Suriname zijn geweest. Dus die, in een tijdje denk ja, de safan manja bont zie eruit, de safan kronto zie eruit. Isabi, die dingen. Maar eigenlijk Surinaamse mensen die geen band hebben met Suriname meer. Ja? Dan richt je een denktank op. Je takkeren, kijk. In Nederland doen jullie vrijwilligerswerk toch? Nou, help me ook hierbij nog. Weet je? Ik faciliteer wel een omgeving waar je komt zitten. Je koffie staat klaar en je thee en al dat soort dingen. Papier, pen. Meer krijg je niet. Je neemt je salaris. Dan zeg ik, kijk. Denk nou hier voor mij. Ik zit met zo'n probleem. Hoe moet ik het oplossen? Isabi. Denk erover na. En dan, maar ik heb wel een deadline. Ja, je moet proberen die deadline te halen. Want ik moet de knopen doorhakken. Dan zet je dat van Nederland. Dat besluit. En dat advies wat die is het denktank heeft genomen. Ga jij dan een keuze maken. Wat is goed voor Suriname? Dat gedeelte dat in Suriname is besloten of dat gedeelte buiten Suriname? Dat moet je gaan doen. Maar ja, je zit met dat probleem, mensen. Wat ik je zeg, Surinamers gaan met je aanpappen. En ja, dan ben je mijn vriend en ja, dan zit niet kom. En dat werkt niet. Je moet mensen hebben met een frisse kijk die zaken heel anders bekijken op een wereldniveau waarvan jij nooit aan had gedacht. Kijk, wij zijn begonnen met dat rommel van, hoefde dat om te zeggen, ja, stop aan mijn salaris. Waarom is er nooit een Surinamer daarop opgekomen? Ja, en ja, je hebt de wet naast je, want ja, de wet zegt toch, je moet een bewijs van leven, attestatie, de vita, kunnen overleggen toch. Mensen met pensioen hier zo, die moeten dat telkens doen als ze in het buitenland zitten. Is dat bij mensen, dus je noemt me iedere keer over als aan dat hier. Even kijken hoor. Het is toch niet verstandig om partijvoorzitter te zijn en tegelijkertijd lijsttrekker te zijn. Dan krijg je zoiets van de slager zijn eigen vleeskeur aan huiverkoop. Ja. Meester, ik kan het niet laten om te reageren. Goed zo, reageer maar. Fietsend onderweg naar huis luister ik naar u en uw opmerking over Surinamers met betrekking tot het faciliteren van uw eigen belang. Als u ze een bordje eten geeft, blijf niet alleen hierbij, maar ze zijn niet vies voor om je op de terugweg te vergezellen van 10 bakroes. Precies wat Bouterse, de Bouter met Santokki heeft gedaan. Ja, je hebt helemaal gelijk. Meester zien inzakken Oppenheimer. Toen Bouta de derde lening wilde, heeft Santokki een brief geschreven naar Oppenheimer. Hoe gerechtig was die brief? En wat heeft Oppenheimer ermee gedaan? Is de derde lening nog verstrekt aan Bouters? Nee, dat is niet gekomen, want toen, ja, hij wist wat er zou gebeuren. Maar kijk nou mensen, kijk. Je weet dat wanneer een regering in Suriname 10 jaar heeft geregeerd, nooit in Suriname is het nog voorgekomen dat er 15 jaar achter, goed opletten wat ik zeg, achter elkaar, 15 jaar achter elkaar, een regering is geweest die geregeerd heeft. Is niet waar? We zeggen dat ding van, hoe heet het, Venetiani 15 jaar geregeerd, ja, maar met een tussenpoot van Weidenbosch ertussen, weet u. Dus het is niet aaneensluitend. Dus je weet dat. En Santokki wist dat. Van, moet je luisteren, tegen de man is collega, Moni. Dan ga ik die troep moeten opruimen. Dat is de hele inzet van hem. En daarom was hij ook zo fel in het parlement. Want hij wist van ja, moet je luisteren, de man is Bero, Furufu, NDP. En ze gaan iets anders zoeken. En ja, nu ben ik aan zet. De man kies Uno. Want ja, ze gaan zeggen, kijk, de NPS heeft het gedaan met Venetiaan, het is mislukt. Ja, de NDP heeft het gedaan en nu welke partij blijft over? De VHP. Dus het is iets, denk simpel, dan denk je moeilijk, dan denk je vroom.
Het is iets makkelijks, maar om te zien dat je, nou, wanneer de mouw kies je, ze gaan jou kiezen. Je bent de puneut. En ja, mensen, de biggest sucker of Suriname. Isabi. En je kan niet zeggen dat ja, maar jongen, dan ga ik even dat verkiezing laten verliezen hoor. Ja, dat gaat hem niet worden. Dus ja, tegen wil en dank ben je gekozen. En daarom zeg ik van, moet je luisteren, VHP heeft niet gewonnen. Onzin, VHP heeft niet gewonnen. Want VHP zegt dan, oké, als ik toch moet komen regeren, dan ga ik toch een eis stellen, geef me maar 28. Dan kan ik alleen bij de pot honing zitten. En hoef ik het niet te delen met niemand. En ja, dat is toen niet het geval geweest, mensen. Isabi. Dus ja, u was heel snel hoor, meneer of mevrouw, om dat bericht te verwijderen. Ik had het net gelezen. Maar goed, leuk. Oké, mensen, kijk nou. Dus ja, wat moet je hierop zeggen, mensen? Kijk, dat ding van Oppenheimer. Men heeft gezegd van ja, die mensen van de mensen die hun geld hebben gestopt, die hebben een bedrijf in de hand genomen om namens hun te praten. Weet u, ik zou zeggen waarom. Ja, oké, goed, ga maar doen. Maar kijk, een goede regering, weet u wat die zou doen? Meneer Oppenheimer, jij bent de broker. Je bent een makelaar. Ja, mooi zo. Ga maar doen. Ga maar doen. Weet je. En dan zeg ik van, moet je luisteren. Kijk nou. Die Zweedse bank, die heeft bemiddeld samen met meneer Oppenheimer. Ja. Moet je luisteren. Kijk. Jullie bekijken het maar hoor. Jullie bekijken het maar. Ik ben toch al gedonderd. En ja, iedereen weet dat Suriname in een moeilijke positie zit. Ik ga jullie niet kunnen betalen hoor. Weet je, wat is dit? Dadelijk met Koninginnedag, daar kreeg Suriname een speldje, een medaille. Ja hoor, je bent een brave jongen geweest en je hebt je schulden op tijd betaald en al dat soort dingen. Alsjeblieft, een speldje. Ja, ik wens je veel succes mensen. Dus, ik begrijp dat niet. En maar dan krijg je dat ding weer. Je moet een klein beetje verstand hebben van ja, hoe de financiële markten werken, mensen. Moet je luisteren, kijk nou. Hey, obligatiehouder, jij hebt vertrouwd op de kennis en expertise van meneer, hoe heet het, Oppenheimer. Want ja, hij heeft gezegd, hey jongens, kans, een kans. Er is een land in Zuid-Amerika waarbij je 9% rente kan krijgen op je je inleg. Hoe zit het? Wil je niet meedoen? Je hebt daar toch op vertrouwen. Ja? En er is nog een bank die zegt van ja, kijk, maar we moeten nog een bank zoeken, want ja, er moet een bank zijn die het financieel moet bevestigen, dat verhaal van mij. Isabi. En ja, oké, ik heb een bank gevonden. Het maakt er niet uit dat ja, de bank in het verleden is veroordeeld in verband met ook witwassen en grote fraudezaken binnen dat bank. Dat maakt niet uit. Ja, maar we pakken die bank. Ja, deze bank is bereid. Ik vind dat allemaal wat ze aan mij doen. Dus mensen, als je één en één optelt, dan denk ik bij mezelf, iemand met verstand in Suriname zou zeggen, Oppenheimer, ik mag me niet druk horen met jou. Alleen, ik moet één ding doen. Want ja, kijk, als ik het vermoeden heb dat het Surinamers zijn die obligatie hebben gekocht en Bouterse ondersteund hebben, want ja, hier naar Bouterse, Mekie, want hij heeft alle corruptieschandalen tegengehouden. En ja, Bouter dat hier nou, brada, no misdonend probleem, we won 500 miljoen, dan we make one ching. Ja, scenario, dat Oppenheimer, Zweedse bank, dat is aan dat we doen, officieel, want dan heb je money, witte money. En ja, jullie hebben jullie geld op de dingen. Ik heb je beschermd, toch? Dus, kon je me? No. They let me. Isabi. Maar ja, die mannen willen ook hun zekerheid. En ja, nu moet Santokje dat komen geven. Terwijl, ja, kijk, en dat zeg ik, wanneer je iemand hebt die hier zit en die geen banden heeft met hun, en dan
je tegen hun kan zeggen van, moet je luisteren, kijk nou, ik betaal dat ding niet. Je bekijkt het maar. Ja, ik doe dat niet, klaar. Dan heb je een probleem, ja. Weet je, want ja, daarom zie je dat deze mannen gewoon doorgaan. Waarom? Omdat ook toppers van de NVHP geld op buitenlandse rekeningen hebben staan. Hoe ze eraan gekomen zijn, gaan we niet weten. Want ja, we weigeren om onderzoek te doen. Heel helder toegelicht, meester. Een anonieme, vrijwillige en onafhankelijke intellectuele denktank in Nederland. Ik hoop dat Chan heeft geluisterd naar u. Ik moest het bericht corrigeren, meester. Oké. Ik dacht van ja, je was zo geschrokken. Daarom heb je het weggehaald. Even kijken, Facebook groups. Michael Ashwin Adin Community. Deze groep is bedoeld om meer informatie te krijgen over... Oké, leuk. Maar ja, ik heb geen Facebook mensen, dus ja, ik kan je niet helpen daarbij. Maar nogmaals mensen, kijk. Laat de VHP regeren met die occasie. Later kunnen we ook zeggen tegen hun... Alle politieke partijen, net wat ik vandaag zeg hier zo, zijn lasting. Lasting. En als je vooruitgang wil, kijk, ik begin een grote mond te krijgen. Hè. Want waarom? Ik krijg het. Dat beeld wordt bevestigd van mij. Wil jij vooruitgang in Suriname? Moet je niet in Suriname zoeken. Omdat ja, iedereen een beetje met corruptie bezig is. Ja. Ja, wij hebben dat grote Oababimo voor dat voetegisme. Sorry, maar het is zo. Ja, mensen moeten luisteren. Ik ben alleen met apps bezig. Kijk, 2:30 al. Ik wilde wat vertellen. Ja, ga rustig zitten. Ik ga even een andere wending geven aan mijn, ding, aan mijn zaak. Maar kijk, er is een Nederlandse delegatie. Hè? Want in die tussentijd is dat bij Micoleri binnenstaan vast... wat multitasken is. Er is een Nederlandse delegatie naar Suriname geweest. En dan moet je luisteren hoe ze gaan samenwerken op wat voor gebied. Maar je weet toch mensen, als je iets... Ten een man is in zijn aantakeren. Kijk, kom me tegemoet, help me. Ik weet het. Ik ben die bedelaar, die zwerver. Maar je hebt mijn actie voor alleen dit. Probeer het in zo gedekte termen mogelijk te vertellen over eigenlijk wat er hier... En wat ik moet die journalisten koes houden. Ik moest ze koes houden. Maar nu zit je met iemand, een gek hier zo in Rotterdam, die een beetje gaat analyseren. En ik zeg u eerlijk hoor mensen, kijk nou. Twee woorden zijn relevant voor mij. Ontnemingsvonnissen en witwassen. Ontnemingsvonnissen en witwassen. En je ziet die verhaspeling toch. Een man vertelt wel een lohoop. Maar hij heeft het ertussen gezet alsof het niet belangrijk is. Terwijl dat het kardinale punt is waar het om gaat. Geld weer. Geld. Dus ik ga u meenemen. Weet u. En ik ga u meenemen. Dan ga ik u vragen om goed te luisteren. En dat moet u onthouden. Ontnemingsvonnis. En witwassen. Ja. We gaan luisteren mensen. Naar deze meneer vanuit. Die naar. Die is naar de vis in de mangen. Voef. Blok, zei Konasenang, ik begin takkie. Ja, en dan moet je luisteren, kijk nou. Dit gaat hem worden, wanneer no wanneer, je bekijkt het maar. Isabi, oké. We gaan luisteren naar deze meneer wat hij te zeggen heeft. De afgelopen dagen is hard gewerkt en zijn er belangrijke stappen gezet om de hernieuwde relatie tussen Suriname en Nederland weer vorm te geven. De gesprekken werden gevoerd in een vriendschappelijke en constructieve sfeer. We hebben de afgelopen dagen veel van gedachten gewisseld over de besteding van het restant van de verdragsmiddelen. En in onze gemeenschappelijke verklaring hebben wij afgesproken hier op korte termijn overeenstemming over te bereiken. En ik benadruk nogmaals dat daarbij de Surinaamse wensen leidend zijn. Ook de uitwisseling van ambassadeurs is aan de orde geweest en wij zijn op schema om dit traject voor de viering van 45 jaar onafhankelijkheid op 25 november af te ronden. Uiteraard is ook gesproken over COVID-19. Wij hadden gehoopt al 18 ventilatoren mee te nemen, maar die komen pas volgende week aan om logistieke redenen.
Maar ook de rest van ons tweede steunpakket van 3,5 miljoen zal spoedig naar Suriname komen. En dat is niet het einde van de samenwerking tussen onze twee landen. De collega's van Volksgezondheid hebben afgesproken om samen op te blijven trekken. Ik ben verheugd dat we hebben kunnen afspreken dat de gemengde werkgroep op het gebied van terugkeersamenwerking al begin december digitaal bijeen zal komen. Nederland hecht veel waarde aan het hervatten van de samenwerking op dat gebied. Ook de Surinaamse bereidheid om te onderzoeken of het kan toetreden tot het verdrag van San José is voor Nederland goed nieuws. De ministeries van Financiën... Oké, de man kort in ja zo, hè. Isabi, want hij begint gelijk met iets anders. Maar goed opletten wat er hier gezegd wordt, hè mensen. Ja, dit vind ik, hier moet je opletten, dit soort dingen. Ja, we gaan luisteren, ja. Het verdrag van San José is voor Nederland... Ook de Surinaamse bereidheid om te onderzoeken of het kan toetreden tot het verdrag van San José is voor Nederland goed nieuws. Oké, maar wat is dat dan, het verdrag van San José? Toetsen. Het gaat om mensenrechten, mensen. Mensenrechten. Zijn er geen mensenrechten in Suriname dan? Ja, blijkbaar niet. Want ja, anders had je dat verdrag al lang geratificeerd. Mijn Oani, is dat toch mensen? Ja. Dus dit zijn die kleine dingetjes waar je op moet letten. Een man is nomusu putting even ertussen en eigenlijk een beetje terloops noemen, alsof het niet belangrijk is. Nee, dit zijn de meest belangrijke elementen daarvan. En je weet wie deze man is, toch? Directeur-generaal politieke zaken van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Matthijs van der Plas heet hij, ja? De samenwerking op dat gebied... Ook de Surinaamse bereidheid om te onderzoeken of het kan toetreden tot het verdrag van San José is voor Nederland goed nieuws. De ministeries van Financiën hebben concrete afspraken gemaakt over technische assistentie. Zowel voor de Belastingdienst en de douane als op het gebied van financieel management en begroting. En ook is Nederland bereid ondersteuning te bieden bij de aanpak van witwassen en corruptie. Dat is hem. Nederland is bereid om de... corruptie en witwassen aan te pakken, ja? Dan krijg je nog dat laatste woord wat ik gezegd heb, ontnemingsvonnissen, ja? We gaan luisteren hoor, mensen. Terwijl we daar direct mee aan de slag gaan, worden voorbereidingen voor verdere ondersteuning getroffen. En voor een effectieve en structurele samenwerking op deze gebieden is een spoedig akkoord tussen Suriname en het IMF van groot belang. Onderhandelingen met het IMF zijn nooit makkelijk, maar ze zijn van groot belang. Wij hopen dat een akkoord zich op korte termijn kan materialiseren. Op het gebied van justitie en politie wordt al vele jaren goed en intensief samengewerkt tussen beide landen. Die samenwerking zal worden voortgezet en die zal worden uitgebreid. Zowel de Nederlandse Raad voor de Rechtspraak als de voorzitter van het College van Procureur-Generaals wil op korte termijn naar Suriname komen om je verder invulling aan te geven. En ook de beide politiekorpsen gaan verder om de tafel om de samenwerking te verdiepen. Ik ben blij dat ook is afgesproken om op korte termijn verder te spreken over een concrete oplossing voor het feit dat Nederlandse ontnemingsvonnissen in Suriname niet kunnen worden geëffectueerd. Heb je dat gehoord? Nederlandse ontnemingsvonnissen niet kunnen worden geëffectueerd in Suriname. Seipsadja, wat is hier gezegd? Weet toch Nederlands toch, mensen? Ja, we praten Nederlands hoor, nog meer grap. Weet u, Nederlandse ontnemingsvonnissen kunnen niet worden geëffectueerd in Suriname. Weet u? We gaan luisteren. Ook om op korte termijn verder te spreken over een concrete oplossing voor het feit dat Nederlandse ontnemingsvonnissen in Suriname niet kunnen worden geëffectueerd. En hier zie je iets gebeuren, hè? Kijk, if je begreep zo, man, dat je ontnemingsvonnissen, eerst dat mensen, zijn wel ontnemingsvonnissen, ja. De man zei zo wat dopa. Zijn denk je dat, ja, hé, hey, luister nou, kijk, mipsa jongen, abonnema, je hebt me de bagger uittappen. Is het fout, boel? Ze hebben jou in kaart en beeld, ja? Oké. Okay. Ja, maar je kiest money, je bij jouw auto. Fijne vinden money. Je kan ons niet zeggen, ja, nou, dan wordt er pluksen hier zo, dat werd Isabi, je wordt kaal geplukt.
Maar dan wat heeft deze man gedaan? Een man die kan money dan investeren in Sadan. Osso. Osso. Otto. Ja. Noem maar op. Bedrijven. Dan zegt de Nederlandse staat, moet je luisteren, kijk nou. Ik heb berekend dat deze meneer zoveel geld heeft verdiend hier. Ja. En een ik heb het voorgelegd aan een rechtbank. En de rechtbank is met me meegegaan. De rechtbank heeft gezegd, ja, deze man 80.000 moet hij terugbetalen aan de staat in de vorm van belastingen die hij niet betaald heeft en ontdoken heeft. Dus zei ik, zie, ja, maar ik heb maar 15.000 kunnen innen. Ja, maar meneer, het is een vonnis op zijn naam. En als die man te goede heeft, ja, eigendom heeft buiten Nederlandse staatsgrenzen, alsjeblieft, met mijn vonnis, ja. En ik begreep dat niet. Kijk, Suriname heeft een wet in 2016 aangenomen. Een wet erkenning ten uitvoerlegging buitenlandse strafvonnissen. Wet erkenning en ten uitvoerlegging buitenlandse strafvonnissen. Je gaat naar Sadang. Dat is naar Sadang. Moet je luisteren. Deze man heeft een huis hier, een winkel en dingen. Ik heb een ontnemingsvonnis. De rechtbank heeft dat besloten. Deze meneer veroordeeld. En ik wil dat geld hebben. Ja, ik wil beslag laten leggen op die woningen van die man, die eigendommen, dat huis en die auto en noem maar op. Weet u? Maar ja, Suriname zegt, het kan niet worden geëffectueerd. Ja, vind je het gek dat het niet geëffectueerd kan worden? Want ja, moet je luisteren, het zou wat moois zijn. Isabi Taghi, al die parmissers, die sarjus en die dingen, die allerlei dingen gedaan hebben. Weet u? Taki Nederland contact zijn dan contact hier en op. Heeft ze dan een poor money naar jou aan? Dat is een zaak. Maar jij hebt, ik heb nog wat te goed bij jou. En ja, moet je luisteren. Jij gaat mijn grondgebied niet gebruiken om misdaden te plegen. Die Loïka Sanan, die is doorrustig. Nee, zo werkt het niet. Dus dat is dat ding met betrekking tot die ontnemingsvonnissen. Weet u, maar ja, Suriname werkt er niet aan mee. En nu ga je zien toch, de zwerver, die bedelaar, Nederland gaat eisen stellen. Hé, hier en dan moet je wat money. Maar je bij wat breder, en ik bij Sopinang, en ik bij Dopa. Ik bepaal de regels nu. Ja, mensen, Sunnaman, a cream boy thing, moet brokken geen in die money, dat gaat jou wat fadong. Ja, hier en dan. Schuldhulpverlening. Schuldhulpverlening. Nederland is die bewindvoerder. Ja, hij gaat over jou leven beschikken en bezitten. Isabi, hij gaat erover beschikken en beslissen. Ik zeg het verkeerd, Isabi. Tewantaki staat snel, dan krijg je dit. Maar goed, Nederland gaat over jouw leven beschikken en beslissen. Ja, ik heb Bari no regeri, ja, maar ik wil het niet. Dan ga je zien, de IMF gaat zeggen, ja, meneer opgedonderd normaal, Isabi, want ja, je een lasting. Ja, je bent een president die kies aan, democratisch gekozen. En wat heeft die man gedaan? Een man licht de IMF op. Oplichting van de IMF. Voor het eerst in de geschiedenis, denk ik. Dat je een man, een president, licht de IMF op. Hoe kan dat dan? Isabi. Ja, jongen, bouw dat mee, heb je Isabi. Is niet waar, mensen. Dat was Shintori. Je kunt nog een zwerver. Abi Jufa Nudo, Fukis van euro. Ja? Dat zwerven dat je probeert het licht die op. Vijf in dat die. Nee, nog gaan we niet toch, mensen. Ja. Nou, de man die zegt, fatigue, IMF, imko je uno. Want ja, mijn voorganger heeft het zodanig verpest. En misabi, dan gaan we licht die op. Maar ja, uno, no, doe en zo. Ja. Dan ga je diep in de zak tassen, mensen. Je gaat meneer Lassard vragen. En ik vraag me af of Surinamers zo'n beetje weten waarom de keuze op Lassard is gevallen. Ja? Waarom is de keuze op Lassard gevallen? Waarom heeft Santoki Lassard gegooid? En een neef voor Albert Ramdin of een omo of een tante? Nee, mensen, nee. Lassard, ja? In vergelijking met een tra la der visie. Er is nog een ander belangrijke. Lagarde. Lagarde, mevrouw Lagarde, zij was vroeger hoofd van de IMF, ja. Ik ga niet veel zeggen,
Die mevrouw Lagarde werkt niet daar, hè. Dat is onzin natuurlijk. Isabi bij Lazar. Maar ja, je moet zelf een beetje gaan zoeken wat de reputatie is van Lazar en Lagarde, voormalig directeur van de IMF. En dan ga je zien dat, oké, okay, ja, meneer Sabi, de maf's VHP, ja, mijn vrienden en mijn vrienden gaan sopje aan dat hij, dit is gewoon een beslissing. Dit is gewoon een beslissing. En daarnaast, Isabi, kijk, je moet het zo zien, het is niet leuk om te zeggen, maar ja, je hebt die mannen nodig, mensen. Die kennis is er niet in Suriname. Je hebt niet geïnvesteerd in Anton de Kom Universiteit. Je hebt wel geïnvesteerd om mensen geld te laten verdienen. Mevrouw Naila van Dijk, die zit daar bij de... En die meneer die bij de EBS gestolen heeft, meneer, hoe heet die? Kenneth Vasseur, Isabi. Je hebt sommige mensen tegen je gezegd, ja, maar ja, hoe weet je dat dan? Ja, nou, ik kan je dat bewijzen, Isabi, maar ja... Het ligt aan jou. Mensen, ontnemingsvonnissen. Isabi, want anders ga ik te veel afdwalen. Ontnemingsvonnissen, ik heb je uitgelegd wat het is, hè? Ik ben blij dat ook is afgesproken om op korte termijn verder te spreken over een concrete oplossing voor het feit dat Nederlandse ontnemingsvonnissen in Suriname niet kunnen worden geëffectueerd. Op het gebied van defensie zijn veel mogelijkheden voor samenwerking. Nederland... Ja, en nu ga je een hoop dingen krijgen, samenwerken, leuk. Maar dit is voor mij het meest belangrijke, Isabi. Witwassen. Maar Suriname staat er bekend om, mensen. Vreselijk bekend om. Dat van Opperhamion, wat ik u gezegd heb, Isabi. Zolang je het niet kan bewijzen, want de man is kibratori falk stevi. Je komt er niet, je krijgt er geen poot tussen. Omdat er hoge politici hierachter zitten. En niet hoge politici in buitenland. Nee, in Suriname. In Suriname, mensen. Isabi. En ja, omdat iedereen heeft meegedaan. Ja, heeft iedereen er baat bij om het zo dicht mogelijk en zo lang mogelijk geheim te houden. Dus ik heb gezegd, ik ben ook voorzichtig. Daarom zeg ik, ik heb een vermoeden dat het zo is. Ja. Dat vermoeden moet nog onderzocht worden en bevestigd worden als dat vermoeden hard gemaakt kan worden, weet u. Dus, even kijken hoor. De tijd moet het leren, mensen. Meester Sint-Santokje en Brunswijk zijn de mensen in het buitenland een bonus gaan binnenland. Een bonus gaan beloven, terwijl er niet eens garanties zijn om lonen uit te betalen. Volgens Ludwig van Milieu, is Santokki Sinterklaas. In het verleden had de heer Hans Wiegel, president Den Uyl, Sinterklaas genoemd. Er zijn geen gelden op dit moment, zegt Ramdien, op 6 november. En Sinterklaas spelen, mevrouw Eva Rijswijk. Ja. Ik begrijp dat niet hoor, als je dat niet kan. Maar ik zeg je, kijk, je moet zo zien. Waarom moet je die mensen dat gaan aanbieden? Is toch weer een discriminatie? En als je naar het binnenland gaat en dat soort dingen gaat zeggen. Kijk, als je iedereen een bonus geeft. Ja, al die AOW'ers, al die mensen die het juist hard nodig hebben. Van, ja. Maar het is een keuze, mensen, Isabi. Ik weet niet in hoeverre. Hoe heet het? Santokki onder druk wordt gezet naar de Sanate Isabi. Ik hoop niet dat het door ons komt ook, hè, mensen. Want ja, kijk, dit is een, ik ga niet opscheppen, maar het is een bepaalde kwaliteit programma. Isabi, die zijn nonsens wat er hier gezegd wordt. Eppers ook, weet je. Dat hij zich in het nauw voelt gedreven. Maar ja, dat moet ook een keertje gezegd worden. Het is goed, want dan ga je de juiste beslissingen nemen. Dan ga je geen stommiteit uithalen. En dat bedoel ik met mensen. Kijk nou, Suriname. Ja, mooi, sweet, konden die dat je afronden. Ja, je moet het. Omdat je van dat land houdt. Ja. In om koningen de sani is zingen en al dat soort dingen, weet je, over Suriname. Nee, Suriname is niet mooi. Suriname is niet veilig, is niet goed. Je moet het openlijk zien en zeggen. Maar je ziet het, je kaart dat probleem aan en je biedt ook een paar oplossingen.
weet je mensen. Dan ben je goed bezig, maar je hebt anderen die zeggen, nee, laat maar gaan. Het is goed zo, je afrond toe, dan gaan ze zeggen, nee, je bent vreselijk dom bezig. Even kijken hoor, meester Singh. Suriname heeft zelf om de ondersteuning gevraagd. Tegen het witwassen. Groetjes Dennis. Dennis, is waar wat u zegt. Suriname heeft zelf gevraagd voor dingen, witwassen. Maar ik kan u één ding verzekeren. Als je me vraagt over witwassen en waarbij ik in mijn land de toegangspoort word voor jou. Ja, ik zeg het verkeerd. Met dat geen verkeerd. Look nou. Suriname, witwassen. Twee mogelijkheden. Via Frans-Guyana, nog kan. Via Guyana, onmogelijk. Via Brazilië, lastig. Je wil naar Europa komen, mensen. Kijk, wat ga je doen? Ik ga via Frans-Guyana, dan ga ik naar Frankrijk, dan ga ik naar België, dan ga ik naar Nederland. Ja, moet je nagaan hoeveel grenzen je hebt over moeten steken. Kijk maar, Frans-Guyana, ja, Parijs, ja, België en dan Nederland. Ik wens je veel geluk. Dus je gaat risico nemen om ongeveer zoveel grenzen over te steken met geld. Gelden. Dat gaat niet toch, mensen. Dus wat doe je? Jongens, Sanderij. Dat is sowieso, word ik niet gecontroleerd. En dan Nederland. En plus. Je moet niet vergeten. Bouterse heeft die instituten gezet om jou te beschermen. Dat heeft hij gedaan, mensen. Kijk nou, wat voor instituten? De Centrale Bank van Suriname. Ja? De Centrale Bank geeft jou allerlei papieren van, kijk, dit geld is verdiend uit legale middelen. Ja? Het is legaal geld. De Megia bewijst dat hij. Ze geven het. Totdat men gezegd heeft van, nee, kijk, alles wat van de Centrale Bank van Suriname komt, moet je niet accepteren, want ja, dat is gevaarlijk spul. Weet je mensen, dus het is makkelijker om via Suriname Nederland rechtstreeks aan te doen. Omdat ja, je hebt maar één grens, dat is Schiphol. En als je dat kan overtuigen van moet je luisteren, kijk hier, mijn papierwerk zit goed in elkaar. Ja, dat moet je bij Centrale Bank wezen, als je het niet vertrouwt. Ja, totdat Nederland er een sokje voor heeft gestoken om te zeggen van moet je luisteren, kijk nou. Ik ga hiervoor zorgen dat jij jouw geld in beslag wordt genomen, want dit ding kan niet zo verder gaan. Ja? Dus, ik zeg mensen, kijk nou, als jij zegt van Nederland, Suriname heeft Nederland zelf gevraagd, ja, goed zo. Dat beeld wordt geschapen en naar buiten gebracht. Ja, maar ik heb het al gevraagd, jongens. In Nederland zeg je, ja, kijk nou, ik wil mijn zaken hier oplossen. Ik wil die honderdduizenden Surinamers hier zo, die hier zo zijn, die hebben een paar miljarden. En ik wil weten of deze mensen dat geld legaal op hun rekening hebben. Die mannen wonen hier. Kijk, als ze in Suriname woonachtig waren, ik had daar geen moeite mee, de hel met hun. Laat ze maar gaan doen. Isabi, maar wat krijg je? Ik wil het doen. Dus ja, hey, uitermate geschikte kans. En daarom zeg ik je, kijk naar onze denkwijze. Kijk naar onze denkwijze, ja. Nederland zegt, ja, dit is een uitermate geschikte kans voor mij. Je hebt wat van mij nodig. Je wil wat van mij? Nou, ik ga gelijk al mijn problemen die ik hier heb oplossen. Met Surinamers, hè. En met betrekking tot Suriname. Ik ga alles oplossen. Ja, ik wil het hebben over ontnemingsfondsen. Ja, maar daar kwam je toch niet voor. Ja, landbouw en IMF en al dat soort. Ja, daarvoor hebben we hulp nodig, maar ja. Nou, je kon iemand collega beslachtappen, maar te goede, ja. En als blijkt dat het een VHP-topper is, hoe dan? Als blijkt, mensen, ik ga een dom voorbeeld gebruiken, in omschrijving. Maar als blijkt dat ineens zo'n meneer Rajender Karki in huis heeft in Suriname, heeft het nooit opgegeven. En Isabi toch, van Oedersenam aan de voeroefoenu, Abi, Grong, Osonasan, Insenang. Weet u, heb je dat ooit doorgegeven? Heb je dat ooit gezegd tegen de belasting? Dus dat soort dingen ga je krijgen. Dus je moet daar voorzichtig mee zijn. Ja, dus Dennis, ik geloof best wel dat ze dat gezegd hebben. Suriname heeft Nederland. Ja, natuurlijk heeft Suriname dat gevraagd. Ongevraagd kan je niet komen, weet je. Maar bekijk dat hele plaatje, Isabi. De
nemingsvonnissen zal Suriname financieel niet ten goede komen. Want als ze het hebben ontnomen en geveild, gaat dat geld naar de Nederlandse staatskas. Ja, maar dat is niet de hele bedoeling. Weet u, geloof mij, er zal voor minimaal 70% minder gebouwd en geïnvesteerd worden in Suriname. Dan krijg je weer een kleine groep financiële mensen die het voor het zeggen hebben. Want die hebben geen Nederlandse paspoort, ja. Maar die man van Nederland, die zal een deurknop, een hendel en een hengsel, want die dingen worden niet gemaakt in Suriname. Hij zal het moeten komen kopen. En als hij komt, dan ga je zelf de zin. Je moet niet denken alleen maar drugs en dingen hoor, mensen. Als je bruine bonen komt kopen, doperwten, weet u, gaan ze je vragen waar, hoe ben je aan dat geld gekomen? Hoe ben je eraan gekomen? Ja, maar ik ben importeur. Ja, dat zegt maar niets, weet u. Dat soort dingen mensen ga je krijgen, weet u. En inderdaad, ja, die ontnemingsvonnissen, dat zijn gelden die niet naar de Surinaamse staatskas gaan. Het gaat naar de Nederlandse staatskas, omdat het een Nederlandse burger betreft ook, hè. Weet u, die in Nederland woonachtig is. Het is dan wel mooi om witwassen dan te voorkomen, maar je moet wel een alternatief klaar hebben staan, want zo zie ik dat de economie totaal zal instorten in Suriname. Ja, en dat is dat fout die we maken. De economie zal totaal storten in Suriname. Kijk nou meneer, de economie van Suriname is al ingestort. Dit wat je ziet gebeuren in Suriname is op sterven na dood. De economie van Suriname is ingestort. Laat dat duidelijk zijn voor de Surinaamse gemeenschap. De economie van Suriname is ingestort. Klaar, punt uit. Ja, het is ingestort. Het is er niet, het bestaat er niet als het ware. Weet u, Amerika had een deur op een kiertje open laten staan. Van Trick heeft dan dollars kunnen krijgen van de Fed. Wat doet die Bouterse? Hij geeft dan dollars naar Chotelal. Ja, hoe ziekelijk kan je zijn? Hoe ziekelijk kan je zijn? Dan moet je niemand de schuld geven dan jezelf. Nederland, de andere poort naar Europa, die houdt jouw geld tegen. Waarom? Ja, je hebt geen money, je hebt actie niet dat is niet je hebt minder isabi, die mag je rondhoudt, gooi, dan neem je koudes aan dat isabi. Maar zorg dat je geen money niet ziet. Wordt wit gewassen. Chinezen zeggen ja. Maar je sabi toch. Mina rechtstreeks vlug ik naar China. Dus ik moet via Amsterdam. En mijn kas zijn in Amsterdam. En die Nederland die vraagt hier zo van. Van wie is dat geld? Ja, is van Suriname. Maar het is niet jouw bestem voor jou. Het gaat naar Hongkong. We hebben het daar verdiend. Het is niet. Ze werken mee. Ze doen mee met die onzin. Maar wat krijg je nu? Dat geld dan wordt dan naar zogenaamd Hongkong gebracht en wordt gestort, ja, terug op in Nederland, maar dan niet op Chinese rekeningen. Allemaal Surinaamse mensen. Allemaal Surinaamse mensen krijgen dat geld. Jij is van jou. Dan vraagt Nederland zich af, ja, maar kijk nou, als jij zegt, een Hongkongbank heeft geld voor mij gestort, dan hoe? Wat is die prestatie die jij geleverd hebt om dat geld te krijgen van die Hongkongbank? Want die goede mensen, kijk, hoe kom je aan dat geld? Dat sanar een reden dat je een bank is tot Monigio. Je werkt in Hongkong? Ja, ik ben nooit daar zo geweest. Nou, minusabi. Maar ja, ik kies money voor een bank. En daar zie je dat corruptieve, dat witwassen toch mensen. Isabi. En dat wordt gezien en dat wordt herkend, ja. Maar ja, het is moeilijk uit te leggen, mensen, Isabi. Want ze namen nooit begrijpen als aan die zie. Want wat je ziet gebeuren is dat je kijkt, hoe heet het? De ding met Nederland had Suriname al gewaarschuwd, dat geloof ik, onderwaan als aan die zie. Kijk nou, mensen. Tegenprestatie. Ik heb een fiets. Dan is Seraf fiets. Dan ik ben de verkoper.
ik ga dat fiets verkopen, ik ben mijn fiets kwijt. Ik kan nooit meer zeggen dat ik, ja, maar ik ben eigenaar van een fiets. Nee, ja. Tegenprestatie, de koper van mijn fiets, die moet mijn geldsom betalen. Dat is die tegenprestatie, Isabi. Dus zei ik eens nou, ik ben mijn fiets kwijt, dan heb ik nu 50 euro op zak. Ik kom de politie tegen, de politie houdt me aan en zegt, meneer, identiteitsbewijs en al dat soort dingen. Ik ook. En man dacht, ja, hoe kom je aan die 50 euro? Ja, ik heb mijn fiets verkocht. Oké, dat was mijn tegenprestatie. Nou, Suriname, Sneezy en Jipsenang, Chara Monigwe, go witwassen. Ja, nee, Hongkong, aan de Fusanamang. Ja, oké, gaat zogenaamd naar Hongkong. Een Hongkongbank stort dat geld terug, dat bestemd was voor Hongkong, op rekeningen van Suriname. Denk aan die fiets. Nederland in actie, dacht, hé, meneer de Surinamer, kijk nou, je hebt geld gehad van een Hongkongbank, jongen. Wat is jouw tegenprestatie geweest? Had jij een fiets? Deze ringje de man voor Hongkong. Dan de man dacht hier van Hongkong, oké, ik heb nu jouw fiets hier, alsjeblieft jouw geld. Dat gedeelte is kortsluiting. Want ze namen normaal leg uit, dacht ja, zij de meka bank voor Hongkong is tot aan money die you. Dat dan normaal leg uit. Daar zit die angel. Dat moet je goed begrijpen. Snap je? Dus daarom houdt Nederland dat geld tegen van Suriname, dat 19 miljoen. En dan wat krijg je? Boutersen ze nu gaat Surinaamse instituten inzetten nu. Om te zeggen, nee, dat geld is erkend, is van de centrale bank van Suriname. En dat zo sleep je de centrale bank mee in corruptie en witwassen, al dat soort dingen. Ja? En ik ga je laten zien dat iedereen met iedereen samenwerkt in Suriname. Allerlei corruptieve schandalen naar de wandati, Isabi. Dus laat me met jou meegaan, Isabi, dan ga ik jou laten zien. En mensen, nogmaals, hè, kijk. Even hoor. Ja. Ik ga u dan meenemen om je uit te leggen van hoe dat corruptie in Suriname zo'n beetje plaats gaat vinden. Plaats heeft gevonden. Of het nu doorgaat, hangt van deze regering af. Maar ik heb er een hard hoofd in. Maar nogmaals, zet je schrap, we gaan daarvoor luisteren. Maar wat ga je nu krijgen? Kijk, witwassen, hè? En ik moet even één ding meedelen ook weer. Kijk, mensen, ik zit er meestal tot 3 uur, hè. Meneer Frits James, die gaat niet komen vandaag. Je weet toch, hij is met zijn dingen bezig. Hij heeft vreselijk druk naar de man dat hij dus ja, geeft die man de tijd en ruimte. Dus ik ga nog een beetje langer met jullie zitten. Ja. Ik ga u dan nog een paar uur bezig houden. Dan ga ik het hebben, dan ga ik u laten zien over corruptie en alles aan dat die hoed in Suriname plaatsvindt. Dus ik zou zeggen, ga nergens, zit rustig en ik ben zo bij u terug. Ja, oké. Okay? Dus geef me even een paar minuutjes, oké? Okay? Dan ben ik zo bij u terug. Je luistert naar Standvaste Radio. Heb je ons gemist? Check ons op standvasteradio.nl.